...zing van hun crossauto die goed werkt en het bakje schiet goed weg. De snelste tijd tot op dit moment, 6.78. Juist. Toppertje. Mooi. Hij doet het, hij doet het. Kijk in die gezichten. Fanatiek daar. Tanden op elkaar. En hij doet het. Ja, hij doet het gewoon. Heel mooi om te zien. Bewondering alom. Jan Vissers uit Amersfoort weet dus dat er een tijd inmiddels staat van 6.78. Jan is 30 jaar, komt uit Amersfoort. Met een vriend doet hij mee. En hij springt. Ja, 6.90. Het is niet helemaal correct. Raakt eerst het water, maar de jury zegt in de sprong raakt hij bel en water. Hij stuit het als het ware. Maar goed, het is toch niet de snelste tijd. Ze doen voor de eerste keer mee en ze noemen zichzelf de drie wijzen uit het oosten. Het gaat goed, het schiet er goed af. 6.78 gaat eraan! 6.47, de beste tijd tot op dit moment. En dat verwacht je eigenlijk niet, alleen de constructie is goed, de snelheid werkt. En dit is niet echt de manier waarop je de snelste tijd haalt. Wel een tijd, 8.55, maar er is alles mee gezegd. Bram, jullie zijn niet alleen gekomen, hè? Jullie zijn met velen. 6.47, het bak. Uit Krijl komen Wiebe, Anne en Eelco. Wiebe is 27 jaar vertegenwoordiger en ze doen mee namens de Happy Polder Boys. Ze hebben al eerder met Tobbedansen meegedaan en in 94 waren ze zelfs de winnaars. En nu komen ze in de buurt van, ja, weer een goede tijd, 5.95. Nou, mijn benieuwen of er straks nog snellere deelnemers komen. Dit is heel goed, één springt eraf, één houdt het overzicht, één houdt de bel in de hand. En werkt het ook allemaal? Ja, redelijk. Hij stapt over de rand voor een tijd van 7.22. Dus je wordt als het ware met dat karretje nog afgeschoten ook? Ja, onderaan de schans wordt er een ontgrendeling afgetrokken en dan schiet je het boordje weg naar de bel. Het klinkt allemaal heel spannend. Ik wil het gauw graag zien. Zet hem op. Verleden jaar ging het niet goed. Toen spoot het bootje weg, maar uiteindelijk zat er geen deelnemer op het bootje. Je moet dus zorgen dat die kracht wel wordt omgezet in efficiëntie en dat het allemaal werkt. Nou, ik ben heel benieuwd. Christian Jansen en Martijn van der Wallen met hun aanval op de snelste tijd. Hier gaat het. Oh, 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 die speert er werkelijk voorbij. Jongen, 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 jongen. Wat ging het hard. Wat is er goed over nagedacht. Maar het gaat te hard. Kijk, hier schiet hij weg. En hij bumpt naar voren. En hij houdt zijn balans. Maar die bel, ja, die ziet hij achter zich verdwijnen. Kijk, 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 kijk. Jongen, het lijkt wel een rodeo. Het lijkt wel een heel wild paard. Onvoorstelbaar. Mooi om te zien. Goed over nagedacht. Maar het is dus net iets te snel. Net iets te fel. Net iets te hard. Ah. Maar goed, hij kan er zelf nog tevreden over zijn. Mark, Robin en Harold komen uit Andelst. Attentie! Ze doen mee namens de carnavalsvereniging de Genkmalkers. Ik zal het ongetwijfeld verkeerd uitspreken, maar ze hebben een Genktrein gemaakt. En ze komen niet bij de bel, of toch? Ja, wel bij de bel. 9.72. De volgende deelnemers komen uit Maden. Het zijn Ronnie en Marcel Huiben, als mede Stefan Vetjens. En zij doen een aanval op de beste tijd. Zij willen snel naar de bel. Dat lukt, maar net niet snel genoeg. 6.84. Een mooie tijd. Laten we nog maar eens een keer kijken. Ze schieten heel goed weg. De vaart van het water wordt benut. En zo krijgen we een mooie tijd. Een hele mooie tijd. Ze hebben dus wat tegenslag gehad op de weg hier naartoe. Maar misschien dat dit lukt en is meteen alles weer goed gemaakt. Nou, het is net niet goed. 7.87. We zien het nog een keer. Het lijkt in eerste instantie goed te gaan, maar dan valt hij even te veel naar voren. Dan pakt hij te veel water en dat kost kostbare tijd. Het bellen gaat toch wel fanatiek. Martijn van Delden speelde een thuiswedstrijd. Zijn afkomstig hier uit Monnikendam. Ze gaan voor de snelheid. Het voertuig heeft een afschietmechanisme door middel van een fietsband. Ik ben heel benieuwd of het lukt. Het schiet eruit. Het gaat heel goed. En het is een tijd van 6.25. Het lijkt sneller te gaan dan de daadwerkelijke tijd aangeeft. Maar het scheelt dus een seconde met de snelste tot nu toe. Kan je nagaan hoe snel die is geweest.
Het is een heel mooi gezicht, het is goed gedaan, het werkt prima, maar toch een seconde achter op de nummer 1 van dit moment. Maar hij is blij, die Wesley, en terecht. Zo, deurtje open en dan zitten daar Melle, Valentijn, Jurriaan en domme Dirk? Ja, zoiets. Wie is domme Dirk? Helemaal achterin. Waarom noemen ze jou nou domme Dirk die snel dan? Hij gaat heel erg snel, let maar op. Nou, dan ga ik opletten. Ik wens jullie heel veel succes. Zet hem op. Ook hier weer deelnemers afkomstig uit Monnikendam. Als voertuig hebben ze de grote kerk van Monnikendam gemaakt. In deze kerk overigens is het VVV-kantoor gevestigd. Vandaar dit. Hierin zitten ook overigens twee surfplankjes. En die deuren die gaan wel erg langzaam open. Dus kijk ook naar die gezichten. Ja, dan zomaar. Ja, dat werkt natuurlijk nooit. En dat werkt natuurlijk ook niet. Nou, dit is wel heel bijzonder. Het voertuig blijft... Attentie! Nieuwe Zeep is erop als Bas, Carlijne en Arnoud komen uit Amsterdam meedoen. Ze doen mee namens de Haagse hockeyclub Hos. Ze hebben in 1996 ook al meegedaan aan Tobbedansen. En ik hoop dat ze nog een keer meedoen, want het is niet echt een succes. En deze moeten dus een goede tijd neerzetten. Het lukt ze een goede tijd neer te zetten, 6-1200ste. Maar ze krijgen een nieuwe opdracht, want het is niet de snelste tijd. We zien het hier nog een keer gebeuren. Het ziet er heel goed uit. Het is perfect. Ah, geef ze niet weer een nieuwe opdracht. Arjan Mooi en Jan Willem staan nu klaar. En dit ziet er heel snel uit. Dit ziet er heel snel uit. Dit zou best een hele goede tijd kunnen worden. Dat wordt een behoorlijke tijd. Ja, mensen die verzinnen vaak de meest waanzinnige constructies bij het tobbedansen. Bijvoorbeeld deze hier van Christian Jansen. Dat schijnt een of andere constructie met veren te zijn die strak de boog te doen schieten. Nou, ik ben natuurlijk benieuwd of dat gaat lukken, want er wordt wel meer... Oh, dat is wel erg letterlijk als een pijl uit de boog. Het record gebroken, maar de man zat er niet meer in. Dat is behoorlijk veel pech natuurlijk, hè? Ja, dat is jammer maar helaas. Jan Jansen zien wij straks zeker terug bij de prijsuitreiking. Het is een wonder dat ze het bakkie überhaupt nog terug hebben kunnen vinden. Want ik dacht dat het ergens in Eendam geëindigd had. Op het voertuig staat help! I need somebody. Pedal, 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 pedal. Ja, nee, te vroeg gesprongen. Weer te vroeg gesprongen, Klaas. Ik ga ze allemaal naar jou doorsturen, hoor. Misschien moet je ernstig eens met ze gaan praten. Ja, voor volgend jaar ga ik van tevoren allerlei lessen geven. Wordt veel te vroeg gesprongen. En let eens even goed op zijn reactie. En leest u even lip. Een Engels woord, geloof ik. Hij is niet helemaal blij. Maar weer snel verder met Frank Truijers. Kijken wat hij nou weer gefabriekt heeft. Daar gaat hij. Daar gaat hij lekker snel. Ja, dat gaat zeer snel. Maar heel mooi. Oh, geweldig. Met zijn snuffert op de paal. Gelukkig zitten er daar wat verzachtende zakken bij. Jongens, wat vonden jullie daarvan? Ja, fantastisch. Ja, en ik denk in een uitstekende tijd. Hij ging snel, hè? Ja, als een speer. Die Frank Truijen met 5.55. Het wordt nog steeds spannender. Frank richt zich dolblij tot zijn fans, die ook hem luid toejuichen. Maar eentje wordt het toch allemaal wat te ver. Wij gaan verder met Roland Wubbe. Wat heeft hij nou weer voor ons in petto? Oh, dat ziet er schitterend uit. Dat is een bed. Ja, prachtig. Een tweepersoonsbed, te water. En gezonken, meteen een waterbed. Twee uitgeslapen heren in een ledikant. Maar de ochtendbel die werd niet geluid. En dat is jammer. En deze restante bed kunnen gevoegd worden. Nu wordt hij weggeschoten. Oh, die wordt inderdaad weggeschoten. Ja, het werkt wel. Maar ja, het bellen lukt niet. Kijk even. Hier zitten ze dus goed op de baan. De breedte hebben ze goed van het voertuig. Blijft het mooi ertussenin. En boing, weg. En ja dan gaat het dus fout. Jammer, jammer. Te snel. Dat kan ook gebeuren. Te snel. Levensgevaarlijk wat je net gedaan hebt. Dat is een goed jeugd. Gaat het? Ja, dat. Ze zorgen wel goed voor je, hè? Enorm. Ze zijn echte vrienden. Je weet maar nooit waar het toe leidt. Misschien worden ze wel 1 en 2. Ja, het lukt net niet. Ze komen gewoon een beetje tempo tekort. Carnavalsvereniging De Wildeman met Koert, Erwin, Raf en een teamleider die ook Koert heet. Ze komen uit Rijkenvorsel in België. En een van de twee Koerts kwam op deze speelgoed heen toen hij zijn dochtertje in bad deed. Inspiratiebronnen te over, maar het werkt niet. De Belgen stranden in het water. Kijk, het ziet er heel erg mooi uit. In de jury 18-13 punt. Terecht. Gaan en lukt dat ook, want je weet het maar nooit.
dat lukt dus net niet. De spanning, hè? Of je dat goed of de surfplank constructie. Dit zou goed kunnen werken. Schiet er goed af en... Ai, 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 ruggelings misgebeld. Jammer. Ook dit gaat weer fout. Het blijkt dus gewoon een kwestie van heel goed timen. U hoort de bel op de achtergrond. We komen dus niet meer in aanmerking voor een goede tijd. Hier die buiteling en dan toch... Goed geluk. Oké. Nou, je wordt aangemoedigd door voldoende fans, lijkt me. Carnavalsvereniging De Stoffels uit Molenschot. Steeds meer carnavalsverenigingen doen mee. En je kunt ook meedoen met uw andere sportvereniging. Want het is leuk om mee te doen aan het Talent is 1 in de lucht. Hier hebben ze lang gebouwd. Het werkt niet. Maar we hebben er toch even van kunnen genieten. En dan nemen we aan de tribune hier ook de Ooievaar, Henk Lucas en Erik Liem. Wat doet hij? Oh, dat gaat goed. Heel goed zeg, Erik Liem. Snelste tijd. 4 seconden, 61 honderdste. Drijft hij goed zeg. Ik vind dat een link tapijtje. De jongens daar in Woerden, die denken altijd van die constructies uit. Die zien er sowieso bijzonder uit. Heel vreemd. En ze zijn goed hoor. Want wat gebeurde? Kijk, hij trekt dat een tikje op aan de voorkant. En na die bel. Jawel. Oh, dezelfde tijd. Ex-Equo aan de leiding. Goed zeg. En dan nu aandacht voor ons nieuwe onderdeel bij het tobbedansen, het tobbedansen speciaal. Ja, het bootje lust met een slokje water, denk ik. Benny Kampjes en Harold Rienties uit Grafhorst en IJsselmuiden. Ho, ik denk even, ze komen op dat tweede schansje. Moeilijk, hè? Heel moeilijk, hoor. En wat gaan we nou doen? Ja, natuurlijk, ik zou het ook proberen. Je kan niet weten, klauteren. Maar dat is moeilijk, jongens, tegen die groene zeepop. Ja, dat valt knap tegen. Ja, dat zeg ik toch. Wat was het probleem met het voertuig? Het remde een beetje af in het water. Ja, ik kwam denk ik wel schuin. Ja, je hebt geen tijd om te kijken hoe het gaat, maar het viel wel tegen zo. Maar ja, het is allemaal lol, hè. Ja, en oma, nog steeds kijken. Het tapijtje is nog steeds in de wedstrijd. Daar gaat Wouter Strating, ook bij het speciaal. Oh, komt keurig omhoog, zeg. Prachtige duik met de bel in 4 seconden, 58 honderdste. Dat is het geheim van Tobbedansen speciaal. Keurig die glijbaan af door dat water heen klieven, zou ik haast zeggen. Omhoog, die nieuwe helling op en die mooie duik naar de bel. Wat een prachtige actie hier van Wouter Strating. Andere mensen, want je weet dat maar nooit of die tijd de beste blijft. De platvissen uit Nieuwkoop. Oeh, die komt ook omhoog. Mooi, Arjen van Gils en Christine de Jonge. Niet de snelste tijd, maar erg goed gedaan. Ja, ik wou net zeggen, hoe komt hij thuis eigenlijk als je bovenop zijn ding staat? Ook weer de techniek, hè? Goed op het water terechtkomen en proberen een soort sprong door te maken om die andere schans op te komen. Formidabele prestatie daar toch weer en dan naar die bel toe. Niet te vroeg, ook niet te laat, want dan mis je hem natuurlijk. Tobbedansen speciaal. Op het eerste. En dan, als het allemaal lukt, dan gaat die tijd eraan hoor. Vluggetje, ben je zover? Martijn en Christian komen voor niets anders dan voor de winst. Maar dan moeten ze wat sneller gaan. Tot nu toe, ja, nee, het wordt dus helemaal niks. Waardoor komt het? Het afschietmechanisme schijnt niet goed te werken. En vandaar de teleurstelling die van hun gezichten valt af te lezen. Kijk, hier. Dit werkt niet echt. Ja, ze worden er meer van afgeschoten. Wat een klap! Ja, oh, die maakt een goeie. Die maakt een goeie! Wat mooi! Ze doen hun naam eer aan, dat drietal. De een heet Van de Hoge en het was redelijk hoog. De ander heet Haring en die doet nu zijn naam zeer zeker eer aan. En nummer 3 die heet de Lauw, dat is ongeveer de temperatuur van het water. Kijk, dan gaan ze nog een keer met die schitterende lanceerinstallatie. Voorlopig gaat het goed met nummer 3. Eens kijken wat er nu verder gebeurt. De lanceerinstallatie is al lang in het water. Dat zal de geld voor de 3 deelnemers. Uit Hoofddorp gaat van start. Oh jee. Oh jee. Die hadden de slechtste start toch. Ja, daar hebben ze ook heel wat avonden aan gespondeerd. Maar meteen heeft er iets heel moois van gemaakt. Maar is het dan ook snel en gaat het lukken? De onderkant komt goed op het water, dan drijft het schildpadje naar de bel toe. Een ludieke actie van de eerstejaars dispuutsleden en met behulp van de tweedejaars komen ze met deze koe. En die koe die blijft goed drijven. Sterker nog, ze gaan voor de bel. 6,87 honderdste. Kijken of de tijd goed aangevallen kan worden. De tijd van 9 seconden 13 honderdste, want dit ziet er heel solide uit. Alleen de voorste man duikt meteen over de rand.